Ja, ja, ik heb er weer eentje klaar. Speciaal voor die jongen die de blok wil kopen. Het gaat dus alleen om een motorblok. Ik heb nu net even 10 minuten test gereden. Hij is nog steeds niet afgesteld. Hij heeft dus wel schone olie gehad om te spoelen. En ik ben zeer te spreken. En we gaan straks dus weer olie spoelen. En dan gaan we langere testrit maken. Maar hij voelde al heel goed aan. Lekker soepel. Trek lekker op. Waterdamp komt uit de uitlaat, want het is erg koud buiten. Het heeft vannacht gevroren. Dan gaat het steeds beter lopen, maar dat heeft met de carburateurs te maken. Dat heeft niets met het motorblok te maken. Dus de carburateurs bepalen eigenlijk hoe het beestje echt rijdt. Maar mechanisch gezien ben ik hier al heel erg te spreken over. Hij lekt ook niet, hij is overal droog. Dat is altijd wel positief, want dan is alles goed gedaan. Ik heb er wel even een nieuw accu'tje in moeten zetten, want hij startte erg beroerd. Maar met een nieuwe accu was het gelijk starten en lopen. De temperatuur blijft ook goed teken. Ik kan gewoon zien dat het koud is, want de toerenteller komt later opzetten. Mooi man, mooi. Vanmiddag testdraaien. Ik hou je op de hoogte. Tot ziens.